Goedemorgen iedereen. Zoals je kan zien, en misschien wel kan horen, het is ochtend. Ik ben nog niet zo heel erg lang wakker. Ik ga vandaag iets heel erg leuks doen, namelijk de Instagram volgers bepalen mijn dag, challenge, video, hoe je het ook wilt noemen. Ik had wel eens voorbij zien komen op Instagram of op YouTube bedoel ik. En het leek mij gewoon echt heel erg leuk. Het is heel erg leuk om te zien voor jullie, dacht ik ook. Want ik vond het zelf ook heel leuk om te zien. En het leek me ook gewoon heel erg leuk om een keer gewoon op die manier een dag te gaan beleven. Ik dacht, misschien is dat ook wel heel erg makkelijk en chill. Dat is wat ik vandaag ga doen in deze video. Ik heb zojuist een soort van eerste fotootje op stories geplaatst. Dat is deze geworden. Ik heb gewoon even leuke stipjes omheen gedaan en wat hartjes. Dus hierin staat dat er dus vandaag polls komen en of mensen me willen helpen. En omdat volgens mij niet iedereen meteen stories kijkt, heb ik ook nog eventjes een gewone foto geplaatst. Deze. En daaronder de tekst. Dus dat staat er nu net op. Dus ik denk dat het tijd is om meteen mijn allereerste poll online te gaan zetten. Zo, en dit is de post geworden. Ik heb hier staan, waar zal ik gaan hardlopen? Buiten in het park of binnen de sportschool? Dus deze gaat nu op mijn verhaal. En let's vote. Zo, dus de eerste poll staat online. En het enige wat ik zeg maar lastig vind aan deze video of challenge is dat ik dus na elke poll een aantal minuten moet wachten om zeg maar de stemmen binnen te laten stromen. Ik wil eigenlijk gewoon meteen beginnen. Maar ik ga denk ik 10 minuutjes wachten en dan ga ik kijken naar wat de uitslag is. En dan kom ik zo meteen bij jullie terug. Het is in ieder geval 10 minuten verder. Ik heb me ook ondertussen even aangekleed en mijn haar in een staart gedaan. Dus ik ga even kijken wat de uitslag van de poll is geworden. Yay! We gaan naar buiten. 85% zei buiten, 15% zei binnen. Dus daar ben ik super blij mee, want ik ga ook liever naar buiten. Dus dat gaan we nu doen. Ik ben weer thuis. Het was even een mini rondje, maar wel heel erg lekker om even alvast buiten te zijn. Het is best wel fris, dat is dan misschien ook wel fijn om te weten. Ik ga nu even een glaasje water drinken en eventjes lekker douchen. Het lijkt weer precies als op het begin van deze video, maar ik heb echt gedoucht. En nu is het tijd voor ontbijt. Het enige wat jammer is, is dat ik me net herinnerde dat ik gisteren mijn brinta heb opgegeten. En dat is een van de dingen die ik heel graag eet. Het was eigenlijk heel slim geweest als ik net met het rondje rennen gewoon naar de supermarkt was gerend. Maar dat was compleet vergeten. Dus ik ga even kijken wat ik hier in de keuken in ieder geval heb en dat ik als ontbijt kan maken. Oké. Maak ik een poll aan. Wat zal ik nemen als ontbijt? Fruit, smoothie, pistoletje met ei. Jongens, dit zijn niet meestal dingen die ik eet. Dus ik eet eigenlijk heel graag brinta met wat fruit nu wel ernaast. Dit is hem geworden. Dus we gaan deze versturen naar het verhaal. En ik ben benieuwd wat jullie gaan zeggen. Zo, het is inmiddels tijd om weer naar de poll te kijken. Dus ik ben heel erg benieuwd wat jullie hebben gekozen. Ik denk dat het de fruitsmoothie is. Even kijken. Yes! Het is geworden de fruitsmoothie met 58%. Dus dat is eigenlijk best wel 50-50 geworden. Ik heb een klein beetje yoghurt nog over. Ik moet het dus een beetje doen met restjes. Sorry daarvoor, ik ben niet heel erg goed voorbereid vandaag. Deze twee gaan dus weg. Ik heb nog een halve banaan van vanochtend. Dus die gaat er sowieso in. En ik denk dat ik er nog eentje bij doe. Ik doe ook een halve mango. Een beetje kiwi. Ik doe een halve citroen erbij. Ik heb nog iets van 3 broccoli stronkjes. En het is waarschijnlijk weer zo weinig dat je dat waarschijnlijk toch niet gaat eten. Dus zal ik dat gewoon erbij in doen? Ik ga het gewoon doen. Dan hebben we gewoon een klein beetje groen voor in de smoothie. En ik denk dat dat ook prima smaakt. En dat je het misschien niet eens gaat proeven. Dus ik ga het even allemaal snijden, in de blender gooien. En dan laat ik je zo meteen het resultaat zien. Tadaa! De smoothie, hij is aardig groen geworden. Of in ieder geval op de camera lijkt hij groener dan in het echt. Door de toegevoegde broccoli. Even proeven of het wat is. Ja, smaakt goed. Je proeft helemaal niks van die broccoli. Dus ik ga deze eventjes lekker opdrinken. Nou, het is nu echt even tijd om eindelijk aan deze dag te beginnen. En ik heb even 2 outfits uitgezocht. Een blauwe broek met een witte trui. Deze heeft heel leuke franjes en een open achterkantje. En dan met mijn zwarte platform Vans. Of een wat donkere outfit met streepjes. Uit onderzoek is gebleken dat je van streepjes hoofdpijn kan krijgen. Dus
Ja, en ik ben best wel een hoofdpijn persoon. Dus dat is even iets waar ik nog even goed over moet gaan inlezen. Maar alsnog is dit shirt zo leuk dat ik het niet kon laten. Een zwarte high-waisted jeans. En ik heb deze vans erbij gedaan. Dus deze outfit of deze outfit. We gaan even kijken welke het wordt. Dus dit is de poll geworden. Ja, je kan het hier op het scherm even niet lezen. Maar straks er wel staat gewoon welke outfit zal ik aandoen vandaag. Dus links of rechts. En ik ga hem nu versturen. Zo, mijn make-up en haar is gedaan. In ieder geval, ik kon niet zo heel veel aan mijn haar doen, want het zat in een staart door het hardlopen. En het is een beetje vettig, maar ik wilde nog niet wassen. Dus ik heb het gewoon in een half staartje hier bovenop gedaan. Maar het is tijd om de outfit aan te trekken, want er zijn inmiddels heel wat minuten voorbij. Ik denk dat we ongeveer een kwartier verder zijn. Dus ik ga even kijken welke outfit het is geworden. Ah, links! 61% heeft voor links gekozen, dus die ga ik even aandoen. Dus dit is de look geworden voor vandaag. En hij is heel erg leuk. Aan de achterkant heeft hij een beetje open ruggetje. En ik zal eventjes alle outfit details in de beschrijving zetten, mocht je benieuwd zijn naar deze items. Super bedankt voor het kiezen, want ik vind deze ook echt heel erg leuk. Zo, het is inmiddels even wat later. Ik heb even wat blogdingetjes op de laptop gedaan. En ik moet nu echt even een break nemen, want mijn rug doet er gewoon pijn van. Ik zit gewoon niet goed achter de computer. Maar ik bedacht me, ik heb twee opties om nu te gaan doen. Ik heb een pakketje binnengekregen van een kledingwebshop met wat leuke items die we daar hebben uitgezocht. En ik heb ook een leuke afwas in de keuken staan die ook gedaan moet worden. Dus ik ga jullie in een poll vragen of ik eerst de afwas moet gaan doen. Of dat ik eerst het pakketje met kleding mag gaan uitpakken en checken wat erin zit. Ik denk dat het wel een hele goede is. Dus ik ga nu eventjes daar een poll voor aanmaken en een die plaatsen. En dit is de post geworden die ik net online heb geplaatst. Wat moet ik eerst doen? De afwas of dit pakketje openen? Jongens, ik hoop dat er niet van die pesters bij zitten die zeggen dat ik eerst de afwas moet gaan doen. Terwijl je eigenlijk wel gelijk hebt. Maar ik hoop dus dat er het eerst het pakketje openen wordt. Want ik ben heel erg benieuwd wat erin zit. Zo, ik heb er even een koffietje. Oeh, dat is heet. Ah! En ik ga nu even op mijn telefoon kijken wat de uitslag is geworden van de laatste poll die ik dus net online heb gezet. Kijk, ik heb een kwartiertje online gestaan, dus dat vind ik op zich wel netjes. Yay! Jullie zijn de beste. Ik dacht echt van, de kans is heel groot dat jullie toch gaan zeggen dat ik de afwas moet doen. Maar 26% heeft voor de afwas gekozen en 74% heeft gekozen voor het openen van het pakketje die achter me ligt. Dus super bedankt daarvoor. Ben ik heel erg blij mee. Maar even kijken. Ik moet wel echt die afwas gaan doen. Alleen zou ik dat zo meteen erna doen. Dat zien we dan wel weer. In ieder geval, ik ga even lekker het pakketje uitpakken. Yes. Dus het is een pakketje van Chicel. Dat is een webshop uit het buitenland. Maar ze hebben nu sinds kort ook een Nederlandse versie erop. Dus ze verzenden naar het Nederlands. Het is de website is in het Nederlands. Dus gewoon super Nederlands vriendelijk. En we mochten een paar dingetjes uitzoeken. Dus ik heb hier ook Taris items. Alright. Allereerste item dat ik zie is een groene trui. Die heb ik uitgezocht. Die had hem in verschillende kleurtjes. Natuurlijk gewoon grijs en wit. En oeh, het wordt een beetje licht. Zwart, dat soort kleurtjes. En echt op het allerlaatste moment heb ik gekozen voor deze groene kleur. Want ik dacht, doe eens gek. En dit is de trui. Ik vind de kleur echt super mooi. Hij komt in het echt, is hij nog net ietsje feller dan hij volgens mij op het beeld nu te zien is. En ik vind hem echt heel erg tof. Het is wel one size. Dus ik moet zeggen dat hij een klein beetje kort lijkt. Maar dat is misschien wel heel erg mooi in combinatie met een soort van high-waisted broekje. Want het leek me heel erg leuk om deze ook gewoon straks in de zomer te dragen. Of op die koudere avonden. Heel nice. Dus deze ga ik zo eventjes aanpassen. En laat ik jullie zo meteen gaan weten hoe de fit is daarvan. En dit is de groene trui. Kijk, hij is ietsje korter denk ik dan normaal. Maar dat vind ik juist dus wel heel erg chill. Want je kan gewoon makkelijk een klein beetje nog in je broek stoppen. En het is dus een one size. En ik vind dat hij een klein beetje wel een beetje krap zit hieronder bij me. Net naast mijn oksel. Maar verder, het is niet heel irriterend of zo. En ik vind hem wel echt heel erg leuk staan. Gewoon lekker chill truitje. En echt even een kleur die ik normaal niet zou kiezen. Dus dat vind ik wel leuk. Volgende item is ook van mij. En ook dit is echt weer zo'n kleurtje die ik normaal niet zou kiezen. Maar ik was echt in zo'n doe me lekker gek sfeertje.
En dit is namelijk een playsoetje met stipjes, witte stipjes. En deze kleur is een soort van bruin olijfachtig kleurtje. Ik weet niet zeker of het echt bij mijn huiselijke kleur gaat passen. Maar ik dacht, ik ga het gewoon proberen. En hij heeft hier van die leuke ruches. Dus ik ben ook heel benieuwd of deze goed past en hoe die staat. En dit is het playsuitje aan. Ik moet zeggen dat ik een beetje twijfel over de kleur. Ik bedoel, het is zeker niet mijn eigen huidskleur, dus dat is het niet. Maar het is gewoon een beetje een vreemde kleur. Ik heb nog even mijn vans onder gedaan, maar ik weet het niet. Zeg maar, ik vind het niet een lelijke kleur, maar het is wel apart. Ja. Verder is het wel heel erg leuk. Ik ben ook heel erg blij dat hij zeg maar past. Want ik vind playsuitjes zijn voor mij soms heel lastig. Omdat het gewoon allemaal te strak zit. Hier omdat mijn bovenlijf wat langer is. Maar deze past wel heel erg goed. Mouwen zijn echt flink lang zoals je kan zien. En ik vind het wel heel erg leuk met die stipjes. Maar laat maar eventjes weten wat jullie van dit playsuitje op mij vinden zeg maar. Het volgende item is ook eentje die ik heb gekozen. En dit is zeg maar wel wat meer Larissa-achtige optie. Want hij doet me ook een klein beetje denken aan shirts die ik vandaag aan heb. Of is dat niet zo? Ja, jawel. Het is een wit shirt met van die ruches hier ook op de schouders en over de hele mouw. Dus dat is heel erg leuk. En hij heeft een soort van ja, simpele voorkant, maar wel weer met een soort van overslag. Er is echt van alles aan de hand met dit shirt. Aan de achterkant namelijk heeft hij hier zo'n keyhole opening. En bij de rug is het open. Wat ik wel echt heel erg grappig vond. Nou, dit is ook echt een gevalletje die ik eventjes aan moet doen om te kijken hoe die staat. Maar deze leek me echt te gek op gewoon een blauwe jeans. Wat ik nu bijvoorbeeld aan heb met een paar sneakertjes. Ja, echt een lente- en zomertopje denk ik. En dit is het topje aan. Let trouwens eventjes nog niet op die kreukels. Want ik heb hem dus nog niet gestreken of iets dergelijks. Maar dit is het topje aan. De mouwen zijn echt best wel lang. Dus dat vind ik wel heel erg fijn. En deze ruche eroverheen vind ik ook heel erg gaaf. Daar zie je dat er een opening in zit. En dat vind ik wel echt heel erg cool gedaan. Net even een beetje wat anders. En dat, dat er zoveel aan de hand is op de shirt vind ik wel heel erg leuk. Omdat hij gewoon wit is. Waardoor het zeg maar niet te druk is. Ga ik nu door naar de items die Tara heeft besteld. Dat is een velvet track pants. Ja, dat is eigenlijk het woord. Een velvet track pants. En die heeft dus, wat ik zei, een velvet stofje. En van die knoopjes aan de zijkant die dan helemaal zo open kunnen. Dus dat is lekker breezy en heel erg tof. En dit is de velvet track pants. Ik vind hem echt heel erg cool eruit zien. Hij is ook best wel lang, dus je kan hem lekker high-waisted dragen. En ik weet zeker dat hij voor Tara ook lang genoeg is. Want voor mij is die alsnog, zeg maar, te lang. Maar deze is echt wel heel erg mooi. Even kijken, een volgende item die zij heeft gekozen is ook zwart. En ik weet even niet aan mijn hoofd wat het is. Oh, kijk, dat is het setje. Die had ik gezien inderdaad. Dit is een hele toffe zwarte flared pants. Flink flared, zo te zien. En die voelt ook echt wel heel erg goed aan trouwens, het stofje. En er komt dus een bijpassend topje bij en dat is deze. En die ziet er ook echt heel tof uit. En dit is het setje met de flared pants en de crop top. En het voelt echt, wat ik net ook al zei, heel erg lekker aan. Heel stevig. Dit vind ik wel echt heel erg mooi. Lekker flared. Ik denk dat Tara deze ook heel erg mooi gaat vinden. Topje is wel echt best wel strak voor een emmertje, vind ik zelf. Die zit echt wel gewoon heel erg strak. Wat dat betreft, maar die broek die valt wel weer gewoon lekker prima. Heel mooi setje. Staat ook best wel chic, vind ik. Terwijl het wel nog best wel bloot is. En dan heeft ze nog een laatste item. Oeh, deze is ook super cool. Het is een cropped wit topje met flared mouwtjes. En die hebben van die zwarte details hier aan de mouwtjes. En dit is het cropped topje. Ik vind de mouwen echt super mooi staan. Ook met dat zwarte. Hij is zeker wel cropped. En dit is een maat M. We hebben van alles gewoon een beetje maat M of maat 38 besteld. Maar ik moet zeggen dat ik het redelijk aan de kleine kant vind. Want het is zeg maar super stretchy. Dus het knelt niet. Maar het zit zeg maar wel gewoon helemaal strak en fitted. Dus ja, ik vind het zeg maar alle maat wel een klein beetje aan de kleine kant vallen. Maar mooi, dat is die wel. Heel erg bedankt, Chiquelle, voor het opsturen van deze items. En jullie heel erg bedankt dat ik eindelijk dit pakket mocht uitpakken. En dat ik niet eerst de afwas moet gaan doen. Ja, laat me eventjes weten in de comments welk item jij het leukst vindt. Zo, ik heb zin om eventjes naar buiten te gaan. Dus ik dacht, ik ga gewoon even lekker naar de stad.
En dat kan ik op twee manieren doen. Nou ja, er zijn meerdere manieren. Maar ik ga de optie geven om twee manieren naar de stad te gaan. En dat is met de fiets of met de bus. Dus daar ga ik even een poll voor aanmaken. En dan is het even afwachten welk vervoersmiddel ik ga nemen. Oké, dus dit is de post. Ik wil even de stad in. Hoe zal ik gaan? Fietsen of met de bus? Dus deze gaan we nu even plaatsen. En afwachten maar. Oké, ik vind dat ik alweer genoeg heb gewacht. En ik heb ook best wel honger. Dus misschien kan ik ook iets gaan eten of zo in de stad. Dus ik ga even kijken wat de poll heeft geluid. En het antwoord is 79% zegt dat ik moet gaan fietsen. En 21% zegt dat ik met de bus moet gaan. Jullie houden mij gezond, jongens. Jullie houden me gezond. Nou, gaan we de fiets pakken. Ik zat te denken, misschien is het wel zo gezellig om niet in mijn eentje naar de stad te gaan. Dus ik ga nog even snel een poll aanmaken met de vraag. Moet ik Tara uitnodigen om mee naar de stad te komen? Of zal ik gewoon alleen gaan? En mocht ik daar dus positief antwoord op krijgen dat ik haar wel moet uitnodigen. Dan moet ik haar ook nog even bellen met de vraag of ze ook naar de stad wil en kan komen. Dit is de post geworden. Zal ik Tara uitnodigen om naar de stad te komen? Ja of nee? Zo, er zijn nu een aantal minuten voorbij. Dus ik ga even kijken wat de poll heeft gezegd. Oh, dat is een hele duidelijke. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. 90% zegt ja en 10% zegt nee. Wie zijn die 10%? Ik ga daar eventjes bellen of appen om te vragen of ze kan komen. En dan gaan we zo meteen gelijk eindelijk de fiets op. Hallo, neem op. Yeah. Silly! Daar heb je zin om even mee naar de stad te gaan? Nu? Ja, om het weekend in te luiden. Ja, is goed. Ik moet sowieso nog heel even naar de Hema. moet sowieso nog heel eventjes naar de Hema. Oké, is goed. Dus kan wel gaan. Moet me wel heel eventjes omkleden dan. Ja, ik heb wel een beetje trek, dus ik heb wel zin in iets van een snackie of zo. Oké, nou, we kijken wel wat er gebeurt dan. Oké. Waar wil je meeten? Gewoon dezelfde plek als altijd. Ja? Oké. Tot zo! Ik ben net aangekomen in de stad en ik ben hier met Tara. Die staat hier naast me. En buiten is een bloemenkraampje. Die gaat over een half uur weg en heeft hele mooie bloemen nog. Dus ik heb net op stories geplaatst of ik een bos pioenrozen moest kopen of een bos wilde bloemen. Dus ik moet heel eventjes wachten op jullie antwoord. En ik ben heel erg benieuwd, want ik vind ze allebei echt super mooi. Nou, er zijn een paar minuten voorbij, dus ik ga even kijken wat het antwoord is op de poll. Ja, pioenrozen. Yeah. En dat is mooi, want die wilde ik al heel erg graag. 64% pioenrozen en 36% voor de wilde bloemen, die ook heel erg mooi waren. Dus die gaan we nu eventjes daar kopen. Nou, ze heeft zo de pioentjes. Yay! Ik vond een hele mooie. We staan nu voor de Baskin Robbins binnen. Larissa wil er eigenlijk wel heen, maar tegelijkertijd wil ze ook naar de Five Guys. Dus ze gaat nu eventjes vragen, moet ik naar Baskin Robbins? Of moet ik naar de Five Guys? Gewoon even een snelle selfie gemaakt. Doe ik even een filtertje eroverheen. Hij staat online. En now we wait. We zijn aan het wachten op antwoorden. Maar het is toch echt even tijd om te kijken wat er uitkomt. Ik ben heel erg benieuwd. Ik ben bijvoorbeeld nog nooit naar de... Nog niet eerder naar de Five Guys geweest in Utrecht. Dus ik hoop echt. Ik ga weer even refreshen. Wow! 82% zegt Five Guys. Yes. Wat heel erg lekker is. En 18% maar voor Baskin Robbins. Dus dat is een hele duidelijke term. Let's go, heel veel zin in. Nou, we zijn er. En Larissa maakt al meteen even een poll aan. Ja. Voordat we binnen een beetje daar heel lang staan te wachten op reacties. Want? Ik ga denk ik jullie laten kiezen tussen of een milkshake die echt onwijs lekker zijn. Of de frietjes en die zijn ook heel erg lekker. Oké. Even een snelle foto. Frietjes of milkshake? Ja. Ik ga nu met drie vraagtekens. Het is tijd om te kijken wat jullie hebben gestemd. Ja. Komt ie aan? Fries! Oh, ik had eigenlijk ergens meer zin in een milkshake. Jammer joh. 69% voor de fries, 31% voor de milkshake. Wat heb jij gestemd? Milkshake. Ah. Daar ben ik heel erg benieuwd naar, omdat je altijd zegt dat het zo lekker is. Echt goddelijk. Dus ik moet zeggen dat het de eerste is waarvan ik een beetje teleurgesteld ben van... Frietjes zijn ook lekker. Ja, dat sowieso. Fries, check. Nog meer fries. En Tara heeft een milkshake voor zichzelf genomen, want ze heeft mij heel vaak erover horen raven.
ben heel benieuwd wat je ervan gaat vinden. Ja, en Larissa mocht hem niet bestellen, maar ik dacht ik mag hem wel bestellen. Ja. Ik ben benieuwd. Maar ja, het is wel heel erg lekker. Ja, hè? Mm. Hij is wel heel dik. Dit is de Oreo milkshake. Die is echt zo goed. Mm. Deze zijn ook lekker. Ik heb het zwaar, jongens. Nou, ik ben inmiddels weer thuis. Hierachter zie je trouwens de pioenrozen staan. Eentje was een beetje geknapt. Of zeg dat, steeltje was een beetje afgebroken. Dus die heb ik in dit kleine potje gedaan. Maar ik vind ze wel echt super mooi staan. En één is al helemaal open gegaan sinds de middag eigenlijk. Dus dat is echt heel erg mooi. En dan die andere zitten er ook nog in. Maar het is inmiddels 7:50 in de avond. Dus dat betekent dat het al wat later is geworden. En ik moet ook nog avond eten. Dus daar ga ik een nieuwe poll voor maken. En ik ben heel erg benieuwd wat er gekozen gaat worden. En dit is de post geworden. What's for dinner? Dit is mijn vriend die niet op de foto wilde. Dit is de poll geworden. Ik heb erbij gezet what's for dinner. En dan hieronder, waar gaan we heen? Naar de snackbar of gaan we sushi eten? Ik heb zelf al heel erg lang... My god. Ik weet niet of jullie dat hoorden. Maar gaan we naar de snackbar of gaan we sushi eten? Ik ga hem nu versturen en ik ben heel erg benieuwd naar jullie reacties. Ik gok eigenlijk dat het sushi wordt. Maar we gaan het zien. Okido, we zijn een paar minuten verder. Dus ik hoop dat er is gestemd. En ik ga even kijken wat de uitslag is. Ja, we gaan sushi eten. 39% heeft snackbar gestemd. 61% voor sushi. Dus ik moet zeggen dat het nog redelijk dicht bij elkaar ligt. Maar sushi it is. Ben je er blij mee? Ja. Nog één keer, ben je er blij mee? Ja. Oké, nou, we gaan sushi eten. Nou, zoals je kan zien ben ik weer thuis. Ik heb heerlijk gegeten. Het was ook heel erg gezellig. Ik vond vandaag echt een hele leuke en gezellige dag. Ik moet toegeven dat ik echt voelde alsof ik het zeg maar met jullie deed. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien hoe ik deze dag heb ingevuld met behulp van jullie. En laat me vooral even weten wat je van deze challenge of video vond. Het lijkt mij heel erg leuk om dit namelijk ook een keertje bij Tara te zien. Misschien kunnen Tara en ik het een keer samen doen. Laat me eventjes weten in de comments of jullie dat leuk zouden vinden. Mij lijkt het in ieder geval gezellig. Vergeet ik zeker niet om natuurlijk weer een duimpje omhoog achter te laten. En een gezellige comment, want ik vind het altijd leuk om van jullie te horen. En natuurlijk te abonneren op ons YouTube kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Dan zie ik jullie heel snel gauw weer terug in een nieuwe video. Doei!